voor Shell is belangrijk dat de beschikbaarheid van de sites zoals Pernis maximaal is. Dat wordt ondersteund eigenlijk door 5G. Het 5G Field Lab Rotterdam, dat gaat echt over het bouwen van een ecosysteem rondom die techniek van 5G. En dat doen we samen met Shell, maar ook met een aantal partners die ons helpen. En dat doe je door betere ondersteuning van de field engineers. Dat doe je door eerder te detecteren dat er wat aan de hand zou kunnen zijn. Als je in plaats van een persoon een robot echt naartoe kunt sturen, is het natuurlijk een veilige situatie dat een persoon naartoe moet. Met die robot zie je dus, zijn er lekkages? Kijk ook, zijn de pijplijnen al op de spec? Moeten die eventueel vervangen worden? Ook Connected Workers, waarbij je eigenlijk meekijkt bij een uitvoering van een handeling. Typisch iets wat met 5G beter kan dan met 4G. Dit is belangrijk niet alleen voor de haven in Rotterdam, maar eigenlijk voor de hele industrie. Die staat toch aan de vooravond van een digitale transformatie, waarin steeds meer handelingen door robots worden uitgevoerd. De handelingen die ook steeds nauwkeuriger moeten. Het moet ook allemaal steeds sneller. Daar gaat 5G een sleutelrol in vervullen. Dus het invoeren van veel meer sensors op een site. Die sensors genereren weer data. Heb je 5G om die data in je cloud te brengen. En daar met artificial intelligence te kijken hoe problemen kan voorkomen op een site. Ik zie hier twee schakelaars. Ik weet niet zeker welke ik moet hebben. Virtual reality. Als je rondloopt op een site, je hebt remote support nodig. Dat je ook met VR instructies krijgt hoe je zaken moet doen. Terwijl je handen dus vrij hebt, krijg je dus instructies van hoe je de zaak zou moeten aanpakken. Bedankt voor je hulp. Dit is allemaal te maken om de beschikbaarheid van zo'n site maximaal te houden. Zo dicht mogelijk bij 100% te komen. Maar die beschikbaarheid, dat geeft echt productie. Dus dat is belangrijk voor Shell van mijn value point of view. Het is echt verdiepen in het bedrijfsproces van je klant. Daar waarde gaan creëren, daar betere uitkomsten uit krijgen. Ik ben blij dat we met 5G binnen de Shell-wereld ook weer de pilot kunnen zijn en de frontrunner om de anderen te laten zien waar de weg heen gaat. Dus ja, KPN, dank daarvoor om het mogelijk te maken.